Wat als ik je vertel dat je nooit helemaal zeker weet of wat jij ziet als rood ook echt rood is? Dat de wereld een canvas is dat jij in je hoofd inkleurt met behulp van licht. Dat wanneer jij en je hond naar de regenboog staren, jullie niet hetzelfde zien. Waarom ook jij een beetje kleurenblind bent. Dit is de Universiteit van Nederland en vandaag zakken we onderuit in een wel heel kleurrijke collegezaal, die van de Kunsthal in Rotterdam. Elke stoel hier heeft een andere kleur. En midden in de zaal zit oogarts en onderzoeker Alberta Tjarens van het Erasmus Universitair Medisch Centrum. Even een testje. De stoel waar jij op zit, Alberta, welke kleur heeft die? Zalmroze. Ja, ik denk dat ik alle kleuren zie. Alberta behandelt wekelijks mensen die kleurenblind zijn. Een term die ze zelf trouwens een beetje raar vindt. Ja, het woord kleurenblind, zoals wij het kennen, suggereert eigenlijk dat je dus blind bent en geen kleuren ziet. En dat klopt niet, want mensen die kleurenblind zijn, zoals wij het kennen, zien gewoon scherp. En ze zien ook wel kleuren, alleen de kleuren zijn een beetje anders dan zoals wij die gewend zijn. Om dat te begrijpen duiken we met Alberta diep het oog in. Waar het mechanisme zit dat de wereld voor ons inkleurt, het netvlies. Als licht op het oog valt, dan gaat het eerst door een aantal laagjes in het oog voordat het netvlies bereikt. Het komt eerst door het hoornvlies, daarna door de lens. Dan komt het door een soort doorzichtige gelei waar het oog mee is opgevuld. En het komt uiteindelijk uit in het netvlies. En het netvlies kun je je voorstellen als een soort hoogpolig tapijt waarin allerlei kegeltjes en staafjes zitten. En die kegeltjes die zijn belangrijk voor het kleuren zien en het scherp zien. Die staafjes gebruik je met name voor beweging en in het donker. Kegeltjes en staafjes zijn hele bijzondere cellen. Het zijn namelijk lichtgevoelige cellen. En dat betekent dat ze in staat zijn om licht om te zetten in een elektrisch signaal. En dit wordt doorgevoerd naar de hersenen, waar het wordt omgezet in een beeld. We hebben ongeveer 6 miljoen kegels in het netvlies, waarbij een bepaald percentage rood, een bepaald percentage groen en verreweg het kleinste percentage is blauw. En deze kegels samen zorgen ervoor dat wij in staat zijn om alle kleuren van de regenboog te zien. En hou je vast, we kunnen wel bijna 1 miljoen kleurtinten onderscheiden als mens. We hebben dus de regenboog met alle kleuren die we kennen. En die miljoen tinten, moet je je voorstellen, dat zijn allemaal tinten die daar tussen zitten. Rood, geel, oranje, paars, blauw, groen en alles daartussenin. Purper, violet, lila, magenta, fuchsia, roze, indigo, ultramarijn, turquoise, verdigris, oker, scharlaken, vermiljoen. Dat is als ze goed werken, die kegeltjes. Wat bij Boele, vriend van de show, niet helemaal het geval is. En dat is af en toe best onhandig. Ja, met Paarse Vrijdag een paar jaar geleden. Met Paarse Vrijdag doet iedereen paarse kleding aan om te laten zien dat je LHBTI support. En ik dacht dat ik paars aan had, maar het bleek dat ik geen paars aan had, maar blauw. Dus dat was wel heel erg jammer, want mijn bedoeling was wel goed. Om te zien waar dit bij Boele misgaat, doet Alberta een kleurentest. Deze test is gebaseerd op het zien van een rondje, een kruisje of een driehoekje. En ik ga zo aan jou vragen waar op de bladzijde je dit ziet en wat het is. Okay. De eerste paar testpagina's zijn geen probleem. Ik zie hier een cirkel en hier een kruis. Heel goed. Ga naar de volgende bladzijde. Maar dan wordt het toch wat lastiger. Ik zie hier rechtsboven een driehoek. En zie je nog meer? Nee. Okay. Eigenlijk staat hier linksboven ook nog een cirkel. De basis van deze test is trouwens al meer dan 100 jaar precies hetzelfde. We gaan door. Stipjes met daarin figuren, sluw verstopt in kleur. Ja, ik zie hier ook geen symbool. En eigenlijk staat op deze bladzijde linksboven een cirkel. Wil je bijvoorbeeld piloot worden of binnenvaartschipper? Hier staat volgens mij niks op. Moet je kunnen slagen voor deze test? Hier staat eigenlijk een kruis linksboven en een driehoek rechts. Vrij belangrijk in deze beroepen om een rood sein niet voor groen te verwarren. Zenuw slopend. Ik vind het vooral heel frustrerend, want ik zie niks. Wat is er nou precies aan de hand in die ogen van Boele? Als je kijkt naar de testuitslag van Boele, dan zie je eigenlijk dat de verhouding van de kegeltjes wat anders is. En dan met name de verhouding van de rode kegels. Wat maakt het uit? Je hebt alleen wat rode kegels minder. Je mist één van de drie basiskegels. Waardoor je eigenlijk een hele andere interpretatie krijgt van de kleuren, zoals wij die gewend zijn te zien. En zo belandde Boele dus
met al zijn goede bedoelingen in een blauwe trui op Paarse Vrijdag. Paars en blauw, dat klinkt een beetje gek, maar eigenlijk alles is verschoven in het kleurenspectrum. En zo is ook elke kleurenblinde zal net een beetje de kleuren anders ervaren. Bij de meest voorkomende vorm van kleurenblindheid zit het probleem in de groene kegeltjes. Die werken niet goed. Een rode of een groene paprika, het is bijna niet uit elkaar te houden. Sterker nog, ze zien er niet uit als rood of groen. Ze zijn allebei een soort mosterdgeel. Misschien vrij onvoorstelbaar. Je mist één kleurkegeltje en je wereld ziet eruit alsof er een enorme pot mosterd over is uitgesmeerd. Maar onze boele bevindt zich in bekend gezelschap. Keanu Reeves, Mark Zuckerberg, Prins William, Bill Clinton. Kleurenblindheid is echt een mannending. En dat komt omdat mannen hebben een X- en een Y-chromosoom en vrouwen hebben twee X-chromosomen. De rode en de groene kegeltjes, de informatie hiervan zit opgeslagen op het X-chromosoom. Dat wil zeggen dat als mannen de kleurenblindheid krijgen overgeërfd, dat zij dat op hun X-chromosoom hebben zitten en geen reservekopie hebben. En vrouwen hebben dat wel, want die hebben twee X'en. Vrouwen kunnen wel drager zijn, zij kunnen het ook overgeven aan hun zoon, maar zelf zullen ze dan niet kleurenblind zijn. Alleen in heel zeldzame gevallen. Resultaat? Wereldwijd is 1 op de 12 mannen kleurenblind en 1 op de 200 vrouwen. Nu is er wel even een belangrijk verschil tussen mensen die wij kleurenblind noemen en mensen die dat ook daadwerkelijk zijn. Als je echt kleurenblind bent, zie je namelijk alleen zwart-wit. Dat noem je achromatopsie. Dit is een zeldzame aandoening en komt op ongeveer 1 op de 30.000 mensen voor. Er is een plek op de wereld waar de aandoening achromatopsie wel heel veel voorkomt. Een heel klein eilandje, Pingelap, midden in de Stille Zuidzee. Hoe kan het dan dat op dat eilandje deze aandoening zoveel voorkomt? Vroeger is er een grote storm geweest waardoor bijna de hele bevolking van het eiland is weggevaagd. Er bleven een aantal mensen over waarvan er toevallig twee drager waren van achromatopsie. En op deze manier is deze aandoening heel veel tot uitdrukking gekomen. Dat is echt heel vervelend als je zo'n last hebt van het licht, je kegeltjes doen het niet en je woont op een tropisch eiland. Tja, wat moet je dan? Zij werden nachtvisser. En nachtvissers maken heel veel gebruik van hun staafjes en zagen uitermate goed de beweging van de visjes in het donker. En hadden daardoor ook een economisch goed bestaan. En er is niet zoiets als kleuren bijleren. Als jij een kleur niet ziet en een kegeltje mist, kan je ook nooit aanleren wat dan wel groen is. Het gras van de buren zal altijd rood blijven. Ik begon natuurlijk dat ik kleurenblind, het woord kleurenblind, een beetje een gekke term vind. We hebben inmiddels gezien dat er veel mensen zijn die kleuren anders ervaren. We hebben gezien dat er mensen zijn die überhaupt geen kleuren zien. Maar we weten ook dat in het dierenrijk er dieren zijn die bijvoorbeeld wel 4 soorten kegels hebben, waarbij ze nog veel meer kleuren ervaren. Kleuren waarvan wij de naam niet eens weten of niet eens weten hoe die eruit zien. Kleuren zien. Wij zien er ook maar een gedeelte van en zijn we eigenlijk dus niet allemaal een beetje kleurenblind. Alberta en Boele, dankjewel. En leuke trui heb je trouwens aan, Boele. Mooi blauw. Nou, ik heb expres deze trui aangedaan omdat ik was er heel lang van overtuigd dat deze trui paars is, maar er is mij verteld dat deze blauw is. Zit je te luisteren en vond je dit een leuke podcast? Of was je aan het kijken en vond je het een goede video? We hebben in ons kanaal nog heel veel meer wetenschap voor je klaarstaan. Dus tot de volgende!